Hi there, this is Ruben from Dutch Round 1. Thanks again for coming by. Thanks for watching another episode. As always, I appreciate your time and I appreciate your support. Today is a great day for some A2 B1 listening exercises, so we are going to test your listening skills. But before we do that, remember to give it a like if you like this content, subscribe to the channel if you want more, and let me know in the comments how well you did and if this was useful for you or not. But without much further ado, let's go straight for our exercises. Okay, so how will we do this exercise? Well, I will read a text, okay? You will not be seeing the text. So what I recommend is that maybe you make some notes, you write down some keywords so that you might remember the text. And then after the text, what we'll do is we will do some multiple choice questions. I have four for you. So then basically you can choose between A, B, and C. And afterwards, I will also give you the correct answer. I'd recommend that you hit the pause button if you want to think a little bit longer, because straight after stating the answers or the possible answers, I will give you the correct one also. Now, if you're interested in more listening exercises from A1 to B2 level, click the following link and there you'll find a playlist with plenty of exercises. All right, let's start with our listening exercise. All right, so I will start reading now. Basically, I'll read it once. I'll read it quite slowly so you can make some notes, take some keywords, and then we'll do the multiple choice questions. The text is a bit long, so do not forget to make any notes. Could be quite useful. All right, and the title is Spelletjes voor in de auto. Nooit meer een saaie rit. Ga je op vakantie of maak je een uitstap met de auto? Dan ben je misschien lang onderweg. Kinderen en jongeren vinden dat vaak saai. Ook volwassenen vervelen zich soms onderweg. Wat doe je dan? Hieronder vind je tips om lange ritten toch leuk te maken. Veel plezier. Luister naar boeken. Een boek lezen in de auto, dat kan. Maar veel mensen worden er wagenziek van. Maar je kan gelukkig ook luisteren naar een goed boek. In de bieb vind je luisterboeken voor alle leeftijden. De verhalen staan op een cd. Vraag ernaar aan de balie. Er zijn bijvoorbeeld de verhalen van het geluidhuis. Die zijn er voor kinderen vanaf 4 jaar, voor jongeren vanaf 16 jaar en alles daartussen. Of zoek je eigen favoriete boek. Misschien bestaat het wel als luisterboek. Oefen je geheugen. Een leuk spel is: ik ga op reis en ik neem mee. Iemand zegt deze zin en voegt er een woord aan toe. Dat mag een grappig woord zijn. Bijvoorbeeld, ik ga op reis en ik neem mee een giraf. De volgende herhaalt de zin en het woord. En die voegt nog een eigen woord toe. Bijvoorbeeld, ik ga op reis en ik neem mee een giraf en een kast. Iedere speler voegt telkens een nieuw woord toe. Je krijgt dan misschien iets als dit. Ik ga op reis en ik neem mee een giraf, een kast, een lamp, een palmboom en een tv. Wie kan alle woorden onthouden? Die wint. Wie ben ik? Dit spel is een raadsel. De ene speler denkt aan een persoon. Die mag echt bestaan of komen uit boeken of films. Andere spelers moeten raden wie het is. Dat doe je met vragen waarop je alleen met ja of nee kan antwoorden. Bijvoorbeeld, is het een vrouw? Bestaat ze echt? Leeft ze nog? Woont ze in België? Is ze belangrijk voor ons land? Het antwoord is misschien prinses Elisabeth. Je denkt bij dit spel best aan mensen of figuren die iedereen kent. Bijvoorbeeld een beroemde muzikant, een president, een sporter of een personage uit een bekende film. Verboden woorden. Vroeger was er op tv het programma Zeg eens e. Bij dat spel moest je zo lang mogelijk praten over een onderwerp. Bijvoorbeeld over beroemd zijn, leven in België, lekker eten, verliefd zijn of werken. Maar zeg je e,
Dan mag een andere speler verder vertalen. Simpel, denk je misschien. Maar het is moeilijker dan het lijkt. En het spel kan ook erg grappig worden. Vind je het toch te makkelijk? Kies dan een tweede verboden woord. Bijvoorbeeld maar. Je kijkt het best naar een klok. Wie kan het langst praten zonder verboden woorden te zeggen? Okay, so this was the text. Now we will take a look at our four multiple choice questions. I want to remind you again, after stating the three options, I will give you the correct answer. So please hit that pause button if you want to think a little bit longer. Waarvan worden mensen soms wagenziek? That's question number one. Is it A, boeken lezen in de wagen? B, naar boeken luisteren in de wagen? Of C, naar het geluidhuis gaan? Alright? Is it A, boeken lezen in de wagen? B, naar boeken luisteren in de wagen? Of C, naar het geluidhuis gaan? The correct answer is coming your way and the correct answer is A. Boeken lezen in de wagen. Reading books in the car. Vraag 2. Wie wint het geheugenspel? De speler die de meeste nieuwe woorden kan vinden. B. De speler die de meeste woorden kan herinneren. Of C. De speler die het snelst het juiste antwoord kan geven. Is het A. Diegene die de meeste nieuwe woorden kan vinden. B. De speler die de meeste woorden kan herinneren. Of C. De speler die het snelst het juiste antwoord kan geven. Correct answer is coming your way. And the correct answer is B. De speler die de meeste woorden kan herinneren. Vraag 3, question number 3. Welke vragen kan je stellen bij het Wie ben ik spel? Is het A. Waarom vragen? B. Hoe vragen? Of C. Ja en nee vragen? A. Waarom vragen? B. Hoe vragen? Of C. Ja en nee vragen. The correct answer is coming your way and the correct answer is C. Ja en nee vragen. Yes and no questions. Okay, we continue with question number 4. Vraag nummer 4. Wat kan je doen om het zeg eens spel moeilijker te maken volgens de tekst? Okay, A. Langer praten. B. Nieuwe verboden woorden toevoegen. C. Over moeilijkere thema's praten. Is het A. Langer praten. B. Nieuwe verboden woorden toevoegen. Of C. Over moeilijkere thema's praten. The correct answer is coming your way. And the correct answer is B. Nieuwe verboden woorden toevoegen. Alright? Okay, so this was the listening exercise for today. So I said A2, B1 level. I hope you found it easy. I hope you did well. If not, don't worry. Keep on pushing, keep on reading, keep on learning new vocabulary. And I'm sure you will get there. I want to thank you again for watching. Remember to give it a like if you like these kind of exercises. Subscribe to the channel if you want more content. And let me know in the comments how well you did and if these kind of exercises are useful for you or not. I want to wish you a great rest of the day and stay tuned for another episode of Dutch Round 1. Ciao.